Er was eens, en dat begint meestal een sprookje, maar dit is geen sprookje. Er was eens een relatiemanager van Triodos Bank, ongeveer 20 jaar geleden. Niet ik, maar een collega van mij, toen ik net begon bij Triodos Bank. En die kwam terug van een bezoek aan een tomatenkweker. Een tomatenkweker in het Westland. En die overwoog om vele hectare kassen met tomaten die hij had, om te schakelen naar biologisch. En die zocht een bank die daar goed bij past en die dat wilde financieren. En zoals altijd gaan wij dan, zeker als het over dat soort grote bedragen gaat, uitgebreid op bezoek bij de aanvrager. En mijn collega had uitgebreid die grote kassen bekeken. Dat is altijd indrukwekkend als je hectares vol kassen ziet. En nadat hij die rondleiding had gehad, zei de ondernemer, wil je misschien ook nog even, voordat je naar huis gaat, mijn privékastje zien? Achter het huis staat waar ik de groenten voor mijn eigen gezin verbouw. Want dat wat ik voor de markt verbouw, dat geef ik eigenlijk, om eerlijk te zijn, liever niet aan mijn eigen kinderen te eten. En toen hij terugkwam met dat verhaal, was voor mij opeens de interesse in allerlei wetenschappelijke onderbouwingen over biologisch versus gewoon eigenlijk wat minder interessant geworden, want opeens begreep ik op een heel ander niveau waar biologisch eten over gaat. Aan het begin van je onderneming, en de oprichters van Triodos Bank, die hier zit, die hebben dat in de jaren 70 gedaan voor Triodos, ga je bedenken, ja, aan welke verandering willen wij nou eigenlijk bijdragen? En hoe wil je dat doen? Nou, de verandering waar de oprichters van Triodos Bank aan bij willen dragen, is een positieve verandering naar een meer menswaardige samenleving. En ze hebben gezegd, wij kunnen dat het allerbeste te doen door ons te bemoeien met geld. Want geld bepaalt zoveel in de samenleving, dat als we echt impact willen maken, dan moeten we misschien wel beginnen bij meer bewustzijn creëren, of bewustheid creëren over de omgang met geld. Want we zijn in de loop der eeuwen, en zeker de laatste decennia, geld steeds meer gaan zien als het einddoel van al ons handelen als ondernemers, om er zoveel mogelijk van te verzamelen. Niet alleen ondernemers overigens. We definiëren of het goed gaat met ons land, of er een beetje groei is geweest van het bruto nationaal product. Alles wordt gemeten aan geld. Maar wat doe je eigenlijk als je geld gebruikt? Om dat bewustzijn terug te brengen, daarvoor is Triodos Bank opgericht. En niet om nog maar weer eens een zoveelste bank erbij op te richten. Maar als je zoiets zegt, positieve maatschappelijke verandering, verandering naar een meer menswaardige samenleving, moet je nou wel wat specifieker zijn dan dat, over wat je daar precies mee bedoelt. Er zijn heel veel gesprekken over gevoerd. En om eerlijk te zijn, dat doen we vandaag de dag nog steeds. Want de samenleving verandert en iedere keer is het antwoord op die vraag ook weer aangepast aan de huidige tijd. Maar wat niet veranderd is, is wat er gewoon echt in de DNA van Triodos Bank is vastgelegd. Het staat ook in onze statuten. Lid 1, dat we het bankbedrijf uitoefenen. Maar lid 2, dat wij het bankbedrijf uitoefenen vanuit de overtuiging dat mensen vrij moeten kunnen zijn om zich te ontwikkelen. Dat mensen daarbij gelijke rechten hebben. En ook dat mensen verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van hun economisch handelen op de medemens en op de aarde. Die drie oude Europese verlichtingsprincipes van vrijheid, gelijkheid en broederschap staan verankerd in het DNA van Triodos Bank. Dat heeft ons door alle decennia heen enorm geholpen om trouw te blijven aan het oorspronkelijke idee van de oprichter. Dus eigenlijk begin je vanuit wat je tegenwoordig in jargon mooi kan noemen een theory of change, een soort veranderwens in de wereld, begin je je ondernemerschap. En ja, natuurlijk wil je er ook goed geld mee verdienen. Al was het alleen maar om de continuïteit van je onderneming te bewaken en je medewerkers en je andere stakeholders een goede, faire behandeling te geven. Natuurlijk vertaalt die visie van de oprichters zich ook in het soort financieringen dat we verstrekken. Wij financieren ondernemers die in die drie terreinen, in het culturele, het sociale, het economische, echt de maatschappij een duwende goede richting geven. Dus vandaar dat we veel culturele ondernemers financieren. Veel mensen weten dat niet. Die kennen Triodos Bank van de biologische landbouw en de duurzame energie. Maar voor een bloeiende samenleving is een bloeiend cultureel leven van levensbelang. Daar ontstaan weer nieuwe ideeën. Dus ook dat is een belangrijke tak van sport voor ons. In de sociale economie, in het inrichten van de economie, zodat er vanuit die broederschapsgedachte
voor de medemens en voor de aarde wordt gezorgd. Ondernemingen die in die drie terreinen actief zijn, die willen wij graag financieren met het spaargeld van onze spaarders en de beleggers in onze beleggingsfondsen. En daarmee voegen we eigenlijk een extra dimensie toe aan het over het algemeen vrij platte, eendimensionale, of moet je misschien zeggen tweedimensionale, denken van bankiers. Die altijd denken over de afweging tussen risico en rendement wanneer ze een investering of een financiering overwegen. En logisch, daar moet je ook goed over nadenken. En vaak word je hopelijk voor het nemen van wat meer risico ook beloond met wat meer rendement. Maar het is een driehoek. Je moet een driedimensionale benadering doen. Het gaat over risico, rendement en impact. En die driehoek hebben wij altijd voor ogen als we in de kredietcommissie spreken over of we een bepaalde financiering wel of niet bij Triodos Bank vinden passen. Zowel qua risicoprofiel als qua rendement, maar vooral qua maatschappelijke impact. Je maakt ook impact door verbindingen te maken. Niet alleen door de individuele financieringen die we verstrekken, natuurlijk ons kernbedrijf, maar we maken ook graag verbindingen. Verbindingen zichtbaar, die er soms toch al zijn, tussen een spaarder en een ondernemer. Dat werkt bij iedere bank zo. Ondernemingen worden gefinancierd met het geld van spaarders, maar wij maken dat graag zichtbaar. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar we willen ook graag ondernemers met elkaar verbinden, omdat we keer op keer ontdekken dat als je ondernemers met elkaar verbindt en vanuit hun eigen inspiratie met elkaar in contact brengt, dat er dan altijd weer mooie nieuwe verbindingen ontstaan, waar ook uit weer nieuwe ondernemingsideeën ontstaan. Ik ga heel kort even iets zeggen over hoe wij dan omgaan met impact. We laten dat graag zien. We proberen de meest transparante bank van de wereld te zijn. En volgens mij zijn we dat ook. Samen met misschien één of twee andere banken die ook op zo'n manier ieder krediet dat ze verstrekken laten zien. Impact communiceren doen we om twee redenen overigens. A, om verantwoording af te leggen aan onze stakeholders en onze spaarders. Dit doen we met jullie geld. Je kan daarop inzoomen, je kan klikken, je kan jezelf opzoeken als je kredietnemer bent bij Triodos Bank. En dan kan je doorklikken naar de website van het bedrijf enzovoort. Geen bank ter wereld die dat zo uitgebreid doet. Maar we doen het niet alleen om verantwoording af te leggen. We doen het ook om gedrag te beïnvloeden. Want zo maak je zichtbaar dat je met je spaargeld, je met je leengeld, een beweging kan brengen. Omdat we nog niet helemaal tevreden zijn over hoe we mensen op het idee brengen dat ze ook met hun koopgeld, hun dagelijks geld, wat bij ons op de rekening staat, in actie kunnen komen, hebben we deze campagne onlangs gestart, waar ik heel kort even dit van wil laten zien. Niemand kan in zijn eentje de wereld veranderen. Maar iedereen wel zichzelf. En dat is makkelijker dan je denkt. Waar jij je euro besteedt en waar niet, maakt veel uit. Verandering kun je kopen. Je kunt het dragen en weggeven. Je kunt erin wonen en erop rijden. Je kunt het eten en drinken. Steeds meer ondernemers zijn bezig met die verandering. Kijk maar om je heen. Wat ze nodig hebben, dat ben jij. Want met jouw keuzes maak je onze economie eerlijker, groener en menselijker. Doe je mee? Volg je hart. Gebruik je hoofd. Triodos Bank. Ja, op die manier laten we ook graag de ondernemers van Triodos Bank zien. Dat is meteen een mooi bruggetje misschien naar het laatste stukje van mijn presentatie. En dat gaat over allerlei dilemma's die je tegenkomt als je over impact wil communiceren. In ons jaarverslag bijvoorbeeld zijn we de laatste jaren meer van dit soort cijfers gaan laten zien. Waar je aan de linkerkant kan zien dat wij met alle fondsen en financiering van Triodos Bank voor 1 miljoen huishoudens in de wereld duurzame energie produceren. Eigenlijk persoonlijk vind ik het nog leuker om te zeggen dat is per Triodos klant duurzame energie voor 1,7 gezin. Dan heb je nog meer het gevoel van als ik bij Triodos klant word, dan heb ik zo'n soort impact. Aan de andere kant zie je dat we 14,3 miljoen culturele ervaringen hebben gefinancierd in 2015. En dat is eigenlijk per klant van Triodos Bank 23 theaterbezoeken, muziekbelevingen enzovoort, die via Triodos Bank gefinancierd zijn. Tegelijkertijd is het ontzettend moeilijk om je impact te meten, want wat is eigenlijk jouw impact? De impact wordt echt gemaakt door de ondernemers die we financieren. Het is niet onze impact. Hooguit dragen we eraan bij. Het is ontzettend moeilijk. Je kan natuurlijk zeggen, wij hebben zoveel banen gecreëerd, maar dat is onzin.
In Groningen is bijna 10 jaar geleden Timmerfabriek De Verbinding gestart. Die hebben dat gedaan. Die hebben een timmerfabriek gemaakt waar je ook als dove, veel meer praktisch ingestelde jongen met een goed stel hersens, een goed stel handen, maar niet het vermogen om taal te horen, volstrekt veilig een volwaardige baan in een productiebedrijf kan krijgen. Ja, dat is impact en wij kunnen daar hooguit een beetje aan bijdragen met die financiering. Mogen wij nou claimen dat wij dat mogelijk hebben gemaakt? Ook zo'n dilemma. Uiteindelijk zijn er ook heel veel mensen die zeggen, je moet het meten en kwantificeren, want pas dan kan je het hard maken. Meten is weten. Ik geloof heel erg dat je en moet meten, maar ook naast al dat tellen ook heel veel moet vertellen. Een krachtig verhaal brengt soms toch nog meer over dan een indrukwekkend cijfer. En tenslotte zijn wij nu bezig als Triodos Bank met een soort beweging van eigenlijk achteraf vertellen over wat we gedaan hebben. Impact meten en rapporteren, samen gaan we nu veel meer naar impact managen. Dus per sector waarin we actief zijn, gaan we nog beter definiëren wat is die verandering waar we aan bij willen dragen, wat is onze theory of change, welke impact willen we daarin maken. En dan gaan we vervolgens opvolgen of de ondernemers met wie we in gesprek zijn daar ook actief aan bijdragen. Dat gaan we in kaart brengen en dan kunnen we dat nog beter rapporteren. Maar dit wordt nooit een platte afvinklijst, uiteindelijk komt het in de persoonlijke ontmoeting pas echt tot uitdrukking. Impact, dat maakt ook niet één bedrijf dat wij financieren. Die maakt dat weer in een netwerk van andere bedrijven. Impact maak je per definitie samen, want als je het in je eentje zit te doen, heeft het geen impact. Dank jullie wel. APPLAUS